Ik ben Isa van Flair. Tijdens de feestdagen mag je make-up net dat tikje funkier zijn. Daarom ben ik vandaag bij Yves Rocher in Leuven voor een feestelijke metamorfose. Ik ga vandaag de gold look aanbrengen. De foundation heb ik al aangebracht als basis en ik ga nu afwerken met de highlighter. Voor de tweede stap ga ik de ogen maquilleren. Hiervoor kies ik de gouden tinten. Hiervoor heb ik gekozen om de lichtste kleur over het hele ooglid aan te brengen en nadien met de donkerste kleur te werken aan de buitenkant. Nadien gaan we het oog accentueren. Hiervoor kies ik een paars crèmepotlood. Om het gold effect nog meer te accentueren gebruik ik hiervoor de topcoat gold effect. Die je aanbrengt als topcoat over de oogschaduw om het nog feestelijker te maken. Om de oogmake-up af te werken gebruik je de verzorgende mascara die het verlengend en de volume gaat aangeven aan de wimpers. Er zit een verfijnend borsteltje van voor waardoor je eigenlijk accent gaat leggen op alle wimpers. Om onze gold look af te werken gebruiken we nog onze gouden lippen. Die heeft een hele goede verzorging aan de lippen en tegelijkertijd ook een feestelijke glans. Voilà! Margot heeft mij een kei leuke gold look gegeven voor de feestdagen. Wil je die zelf proberen tijdens kerst en nieuwjaar? Kom dan zeker naar Yves Rocher al je spullen halen voor deze feestelijke look. Salut!